Na het goud op de 100 en 200 gaat het mis in de estafette. En dat is balen, want dat had dit toernooi nog mooier kunnen maken voor Nederland. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van de Europese kampioenschap atletiek. Met toch een wat nare smaak in onze mond. Want waar we hadden gehoopt op nog een medaille bij de estafette en ook misschien wel bij Gajsa. Staan we op de afsluitende dag niet op het podium. Hij waarschijnlijk wel. Veselý voor Tsjechië. 88 meter is de winnende afstand tot nog toe van Ruskanen. Dat lukt hem niet, maar stoomt hij wel op naar plek 2. De titelverdediger. Bijna over de 85 meter lijn. 84-79. Goed voor zilver. Met nog één ronde te gaan. Pakt hij zijn tweede plek weer terug. 84-16 had hij al gegooid. Maar hier komt hij niet voorbij, de 84-79 van de Tsjech van zojuist. Wat kan hij nog? De man uit Rusland die nu vijfde staat. 81-24, het moet verder. ...88-94 is zijn persoonlijk record. Komt hij daar nu bij in de buurt, dan pakt hij ongetwijfeld goud. Maar daar al te zien. Compleet mislukt, hij overschrijdt de lijn. En dus geen medaille voor Rusland. Hij dan nog uit Estland met een ultieme poging heeft al zijn best. Wierp 80 meter in 73 centimeter. Hij kan nog brons pakken. Maar dan moet het nu goed zitten. Nu voorbij de 84 meter. Hij pakt brons. Daar is hij nu zeker van. Maar het kan ook nog zilver of goud worden. Matas eindigt als zesde. Maar hij kan tevreden zijn. Hij is nog ontzettend jong. Namelijk pas 20. Hier de titel verdedigen dan maar.
31 jaar. 88-34 Saint-Pierre. De te kop afstand. 88 meter en een centimeter van Ruskanen. Laatste poging. Wordt het goud of blijft hij steken op zilver? Voorlopig zilver. En dan moet hij maar hopen dat Pitkamaki daar niet overheen gaat. De Finn. ...79-16. Krachten natuurlijk al wat verspeeld. Zes keer alles geven. Dat is bepaald niet eenvoudig. En hij pakt dus voorlopig zilver. Kan ook nog brons worden. Als hij verder gooit dan 84-79. Pitkamaki. Wordt het 1 en 2. Of blijft hij steken op brons? 84-79. Nou. Geldige worp. Het wordt 84-40 en daarmee pakt hij dus brons. En is het zilver voor Veselý uit Tsjechië. Hij de beste. Derde op de Olympische Spelen in Londen. Bezorgde Finland toen een van de drie medailles. Verder behaald bij het zeilen overigens. En nu zorgt hij dus voor goud voor Finland met 88 meter en een centimeter. Maar hij mag nog één keer werpen. Movara was de beste, zoals vrijwel altijd, op de 10. En nu dus ook op de 5. Komt er een PR? Die is er al met 88 meter en een centimeter, maar werpt hij hier dan nog verder? Nee, dat niet. Maar hij pakte wel het goud. Finland 1, Tsjechië 2 en opnieuw Finland 3.